Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Koter Tuin Potgrond en Transport en timmer- en aannemingsbedrijf Cor Luibrechts. Zomerdam gaat op bezoek bij VV Leiden, de rode lantaarndrager in de derde klasse A. Die ploeg kan bij winst de laatste plaats verlaten. Dus weet Zwammerdam dat het gewaarschuwd is. De eerste aanval is van de thuisploeg in het rood-wit. Maar het schot is ongevaarlijk. Gaat hoog over door toedoen van Koos de Haas. Hij is wel dreigend bij de Leidenaren. Zwammerdam heeft moeite. En ziet in de tweede helft dat het verdedigende Leiden aanstalten maakt op de openingstreffer. En daar komt hij ook. Van de voet van Erik Bakker, die daar zelf nog even last van overhoudt. Hij schat deze voorzet op waarde. En geeft net op tijd het juiste tikje. En dus moet Zwammerdam terug zien te komen van een achterstand. Terwijl Leiden, ondanks de verdedigende stellingen, toch echt het betere van het spel heeft. En hier heel dichtbij de 2-0 is. Maar het is geen treffer van Wesley Schreuder. Zwammerdam komt overal een stapje te laat. En kan daar zomaar op worden afgestraft. Want hier is de vrije doortocht. En wordt het niet afgemaakt. De Haas laat het liggen. 1-1 met Emiel Samson. De ploeg van Rob de Lange heeft de zaken niet goed voor elkaar. Zoveel is duidelijk. Nog geen kans gehad. En dit gaat ook helemaal mis. Achterin bij Zwammerdam. Jan van Dorp tast volledig in het duister. En dan is er geen houden meer aan voor Samson. De 2-0 komt op naam van Vincent Donders. Hij schiet de bal langs de enige man die eigenlijk een voldoende scoort bij Zwammerdam. Doelman Samson. En zo dreigt de nederlaag voor Zwammerdam dat na de winterstop heel wisselvallig is. Het verloor een keer, speelde gelijk en won. Maar nu dreigt opnieuw verlies. Peters. De tijd dringt voor Zwammerdam. Hij zet nog een keer aan en heeft dan deze actie in huis. Heel fraai. Daarmee is het de aansluitingstreffer, maar hij komt wel te laat voor Zwammerdam. Het kan de achterstand niet meer goed maken. En dus blijft Leiden ongeslagen na de winterstop. Is die ploeg van de laatste plaats af. Maar voor Zwammerdam is het nog lang niet zeker dat die ploeg zich kan handhaven in de derde klasse. Ik denk dat het een totale off day is van Zwammerdamse kant. Ik zag al de spelers te ver onder de maat. En de spelopvatting van Leiden, ja, het is misschien wel begrijpelijk hoe ze ervoor staan natuurlijk. Dat is een keuze, maar ja, er was geen doorkomen aan. Je moet tempo maken, dat zat er niet in. Individuele acties lukte niet. Het was een gebrei eerste klas. En daardoor konden we goed op de counter spelen. En ja, wij duiken gewoon weer twee keer onder de bal door en het is, staat 2-0 achter. Nou ja, jij gaat naar Alphen. Ja, dat is, bijna is dat rond. En ja, het is een kwestie van de laatste puntjes en er moet nog getekend worden. Het is een kwestie van geduld, zeggen we dan in Limburg. Ja, dat klopt. Het duurt een beetje lang, denk ik, voor iedereen. Maar goed, we zijn bijna zover. Ja. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Koter Tuin Potgrond en Transport en timmer- en aannemingsbedrijf Cor Luibrechts.